Van af de autobaan. Ik ben onderweg naar Hamburg voor een zeer interessante nieuwe oplegger. Welkom bij TTM TV. En dit is waarom ik helemaal naar Hamburg ben gereden. Het Smeets Cargobool SCF Container Chassis. Een multi-inzetbaar chassis. Het heet de SCF 45 Euro, zo staat op dit informatieblad. Maar wat je ook kan zien, als je goed kijkt, is dat hij bruikbaar is voor 20 voet trailers tot 40 tot 45 voet trailers. Hij is namelijk ook uitschuifbaar. Leeg weegt hij 5600 kilogram. En met deze trailer ben je natuurlijk van harte welkom in de Rotterdamse haven. Als je er naartoe moet, als je er vandaan moet. Zoals ik zei, een multi-inzetbaar containerchassis. Is de standaardversie van het nieuwe SCF containerchassis nou iets te veel? Dan kun je ook nog voor deze kiezen. De SCF 45 voets Euro Light. Geschikt voor 40 voets containers en ook voor 45 voets, zal ik zo laten zien. Er zitten speciale Rotos assen op, de Rotos assen van Smeets Cargobool zelf. Met een liftbare as. En hier aan de voorkant, moet ik even een stukje lopen, want zo'n ding is lang. Hier zit dan de verlenging waarmee je er ook een 45 voets container op kan zetten. En waarom heet hij nou Euro Light? Nou, deze hele trailer weegt maar 4250 kilogram. En dan hebben we nog de derde variant, de SCF 40 voets LX. Hij is trouwens niet alleen voor 40 voeters, maar er kunnen ook 20 voets containers op. En ook 2x20 voet containers. En ook 40 voets tunnelcontainers. En daarom zitten er allemaal van dit soort locks op. Waarover ik meer zal schrijven op de website. Of in het artikel in TTM Magazine. Dat weet ik nog niet. En zo is dit chassis, de LX, multifunctioneel. Uit het gamma gehaald. Waarom was dat? Nou ja, omdat ze niet helemaal lekker in de productie pasten in Gotha in Duitsland. En daarom gaan deze nieuwe chassis gemaakt worden in Turkije bij een contractpartner. En dat is heel bijzonder, want het is voor het eerst in de 125-jarige geschiedenis van Smeets dat trailers niet gemaakt worden op een van de eigen productielocaties. Heel bijzonder dus. Lees meer over deze nieuwe containerchassis van Smeets in TTM Magazine of op de site, dat weet ik niet precies. Maar dat komt later. Dankjewel voor het kijken naar dit vlog. Ik zie je graag de volgende keer bij TTM TV. Hoi!